Hallo, dit is Denk Denk, een spel waarbij we de antwoorden cadeau geven en vaak nog een leuk bedragje ook. Dit zijn de kandidaten voor vandaag. Ik ben Geert Gorselee uit Amsterdam en ik mag graag een balletje opgooien. Ik ben Ent Kofstuin uit Leeuwarden en ik mag graag een potje bommen. Ik ben Christophe Rustewiel uit Breda en ik kom deze keer de Denk Denk leeg halen. Laten we eens kijken hoe we nou weer aan van die leuke kandidaten zijn gekomen. Dag Christophe. Hallo. Hoi. Welkom terug bij Denk Denk, want je hebt al een keertje aardig verdiend hier, hè? Ja, ik heb al de vorige keer meegespeeld. Ja. En ik dacht dat ik toen een prijsgeld had van iets in de 1600 gulden. En alles is goed aangekomen? Ja hoor, uitstekend. We hebben je niet tekort gedaan? Nee, zeker niet. Succes vanavond. Goed, bedankt. Hendrikke. Hallo. Brandende vraag, wat is bommen? Bewegen op muziek. Het is een soort, ja, aerobics lijkt het daar wat op. Het is zeer vermoeiend. Maar je bent geen bommoeder, dat is weer wat nee, anders. Nee. Dat is een hele andere sport. Ja, het is een hele andere sport. Okay. Zou ik me ook niet verlenen. Succes vanavond. Oké. Okay. Ben ik ervan. Hi, Geert. Hoi. Je mag graag een balletje slaan. Wat voor balletje? Een tafeltennisballetje. Ah. Ik ben heel fanatiek tafeltennistrainer. Dus ik speel zelf ook wel, maar ik geef meer training. En vooral aan jonge kinderen op dit moment. En dat is heel leuk om te doen. Maak je snel en alert, dat hebben we precies nodig. Hier komt de eerste ronde van Denk Denk. In de eerste ronde is het eigenlijk heel makkelijk, maar toch leuk. We geven alle antwoorden cadeau in dit spel, alleen we doen er wat gemene instinkers bij. Zo staan er straks 5 op het bord die er eigenlijk niks mee te maken hebben. De andere 11 zijn goede antwoorden en die zoeken we. Elk goed antwoord levert geld op en daar gaat het onze kandidaten om. Ons gaat het om de leuke vragen en hier is de eerste. Noem de 11 diergeluiden. We zetten er weer 16 neer. Wat zijn de echte? Geert, jij mag beginnen. Mekkeren. Is mekkeren een diergeluid? Ja hoor. Schapen en geiten doen dat. Krassen. Je leert er ook wat van. Krassen, is dat een diergeluid? Ja. Krassen, raaf, uil, kraai. Blazen. Blazen. Ook goed. Niet alleen katten, maar ook ganzen blazen trouwens. Je hebt al 150 gulden. We hebben er nog 8 hoor. Kwelen. Kwelen. Een dierengeluid. Het poëtische, lieflijke gezang van vogels noemen we kwelen. Geert, als je een instinker kiest, kijk uit, er zitten er 5 in, dan ben je al die centen kwijt. Balken. Balken. Goeie. Geluid van een ezel. En dan geef ik hem door. Enteke, hallo, je debuut. Ja, tateren. Tateren? Hoe gaat het dan? Goed. Vogeltjes die tateren. Vogeltjes die tateren. Ik weet het niet. Ja, dat is waar. Gesnater en gekwetter van vogels heet tateren. Knuffen. 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 Ja. Knuffen is knorren als een varkentje. Naarmate we verder komen in het bord worden ze steeds meer geld waard. De volgende daar geven we 200 gulden voor. Maar kijk uit voor die instinker. Ik geef hem door. Mm-hmm. Ja, verstandig. Heel leuk. Christophe, hoe zit je in de diergeluiden? Nou, in wat er nu nog staat, heel slecht. Er zitten er echt nog 4 tussen. Ik gok balderen. Balderen, een diergeluid. Ja. Het welbekende roepen van de ouwerhoender in de paartijd. Wie kent het niet uit zijn achtertuin? Ik geef hem direct door. Ja. Je hebt 200 gulden verdiend. Geert, die staat op 375. Gaat mooi. Hou ze vast. Tjuiken. Tjuiken. Knap hoor. Dat is het sterke, genuanceerde geluid van zangvogels. Dat noemen we tjuiken. Vast dan. Ja, een handig woord. Doe er je voordeel mee. Wat doe je? Pasje? Gerrit Bekken. Gerrebekken. Oh, knap hoor. Kwetteren van vogeltjes heet gerrebekken. Je hebt 850 gulden. Er zit er nog eentje in. Welke is het? Ik geef hem door. Ah, je waagt je er niet aan. Enteke. Dat was een grote gok. Ik gok walsen. Walsen. Een diergeluid. Nee. Zonde van dat geld. Ja. Jammer. Dat balsen is een paringsdans uitvoeren, wat dieren doen. Maar het ging ons echt om diergeluiden. Christophe,
Ik gok toch maar op worken. Worken. Ja. Potje worken. Ja! Knap gedaan. Worken, dat is het kwaken van kikvorsen. En dat was de laatste die erin zat. Dit waren de instinkers. Braken, flossen, dat doe je tussen je tanden. Kniezen, dat doe je als je straks verliest. En kienen, dat is een soort bingo. Die zochten we niet. Zo gaat het in DenkTank. En we hebben nog veel meer leuke vragen. De volgende is de tweede vraag in de eerste ronde. Ook weer eentje met 11 uit 16. En een tipje is altijd om eerst te kijken naar de instinkers. Welke zijn het niet? Dan kom je vaak makkelijker bij de goede oplossing. Volgende vraag. Noem de 11 ijshockeytermen. Om ons even in conditie te houden. De 11 ijshockeytermen. En Geert, de beurt is aan jou. Een goalie. Een goalie. Is dat een tafeltennisje? Nee, hartstikke goed. Een goalie is de doelverdediger bij het ijshockey. 25 gulden om mee te beginnen. Hooking. Hooking. Hooking is vasthouden met stick. Foul. Foul. Dat is een overtreding. De puck. Ja. Dat is de schijf waar ze mee spelen. Tripping. Tripping. Ja. Als je iemand laat struikelen met de stick, dan trip je hem. Referee. Je weet alles van ijshockey ook. Tafeltennis, zei je toch? Knap hoor. Referee is de scheidsrechter. Bodycheck. Hij maakt even het hele bord schoon. Klopt dat bodycheck en ijshockeyterm? Is het? Een duel met het lichaam, dat is reglementair toegestaan. Dus Enteke, kijk uit als hij dat doet. Het mag volgens de regels. Geert, je hebt 700 gulden. Offside. Ja. Offside, buitenspel, ook in het ijshockey. Nou zitten er nog 3 in en die andere 5, dat zijn missers. Powerplay. Powerplay. 1-1. Achter elkaar. Een powerplay is een man-meer situatie. En dat geldt in dit verband, geloof ik, zeker. Want je hebt al 1125 gulden aan ijshockeypegels bij elkaar gescoord. Hebben we er nog 2? Dan geef ik hem door. Aha. De leukste heeft hij voor jou bewaard. Striker. Een striker. Ja, dat krijg je. Jammer. Een striker is de slagman bij het cricket. Jammer. Christophe? Ja, dat is voor mij ook gokken. Pokecheck. De pokecheck. Pokecheck is de puck aannemen door de stick plat op het ijs te drukken. Levert je 250 gulden op. Er zit er nog eentje in. Wil je het proberen? Die laat ik graag aan iemand anders over. Geer, daar was ik ook nou wordt het lastig. Ga je gokken of weet je hem? Ik moet hem gokken. Rink. Rink, een ijshockeyterm. Ja! Knap gedaan. De rink, dat is gewoon de ijsbaan. En dit waren de instinkers hit en run. Dat is een honkbalterm. Een sulky, dat komt uit de paardensport. Een strafcorner, die hebben ze niet bij hockey. Bij ijshockey niet, bij hockey wel. Laat ik het goed zeggen. En een scrum, dat is een rugbyterm. Dat waren de goeie en de instinkers. En we gaan ook eens kijken wie er is ingestonken en wie we overhouden, welke twee we overhouden voor de tweede ronde. De stand nu, na deze tweede vraag, is Christophe 250, Geert 1400 gulden dankzij het ijshockey. En de totaalstand is 2250 gulden voor jou, Geert. Christophe 725 gulden en Enteke, het zet je net niet mee. Nee, ik zou het wat je had verdiend, hadden we in de geldtank gedaan. Maar er komt niks bij. Hij was gelukkig al rijkelijk gevuld en hij blijft staan op het bedrag van 20.175 gulden. Gaan we straks hopelijk voorspelen in de finale. Kort maar krachtig. Bomzen. Tot een andere keer. Oké. Okay. Dag. Geert en Christophe zijn de kanjers van vandaag die doorgaan in de tweede ronde van DenkTank. En Geert heeft buitenlandse plannen. Hij is goed in ijshockey, maar ook in tafeltennis, zoals hij al eerder vertelde. Wat ga je doen in het buitenland, Geert? Ik is de bedoeling dat ik april volgend jaar begin met een opleiding in Keulen voor tafeltennis trainen.
Maar dan ben je toch nog beter. Ja, succes. Ik hoop het. Christophe, jij snoekert graag, herinner ik me van de vorige keer. Dat klopt. Heb je nog nieuwe trucs opgedaan? Nou, ik heb wel iets af kunnen kijken, een tijdje geleden in Winschoten. Ja. Want daar speelde Ronnie O'Sullivan tegen Mario Weerman. Wauw, ah, dat heb ik net gemist. Ronnie O'Sullivan is de nummer 7 van de huidige wereldrankinglijst. Dus een van de beste spelers ter wereld. En Mario Weerman is dus Nederlands kampioen geweest. Dus ja, als je dat mee mag maken live aan de tafel, dan is het heel leerzaam en leuk. Kijk of dat ook geldt voor onze tweede ronde. Er zit weer genoeg leerzaam materiaal in. In de tweede ronde gaat het net iets anders. Het is een soort veiling. Geert en Christophe gaan straks bieden op het aantal antwoorden. Er zitten er 8 in, 4 zijn instinkers. En als iemand zegt dat hij er 6, 7 of 8 denkt te weten, moet hij ze ook allemaal eventjes geven. Ah, het is simpel, er is niks aan. Eerste vraag, noem de 8 beroepen. Nou, mag ook, we geven ze ook nog. Moet je nagaan. 8 beroepen zoeken we. Het is mannen onder elkaar. Geert, de eerste bot van jou alsjeblieft. Hoeveel weet je er? 3. 3 beroepen. Christophe? 4. Nou, kijk. 5. Ja, zo mag ik het horen. Even tellen hoor. We hebben er 8. Je hoeft niet te tellen, we hebben 8. Heel veel ik er weet. Ja, dat weet ik ook niet. 6. 6. Ja. Geert, wat doe je? Dan mag je het voor proberen. Laat maar kijken, zegt hij. Christophe, graag 6 beroepen. Een cargador. Cargador, een beroep. Ja. De scheepsbevrachter noemt zich een cargador. Een heier. Heier, beroep. We voelden hem aankomen. Iemand die heist slaat palen in een kompel. We hebben nog 4 nodig. Is dit er eentje? Ja. Kompel is een mijnwerker. Nog 3. Hospes. Hospes. Is dat een beroep? Ja. Een persoon bij wie je woont voor geld. Jij krijgt geen geld, maar hij krijgt dan geld. Ja, nu wordt het wat lastiger. De heliograaf. Kun je heliograaf worden? Nee, dan moet je hele rare toeren uithalen. Een heliograaf is een instrument voor fotografische opname van de zon. Juist. Jammer, levert je geen punt op, maar kans voor jou, Geert. Kans voor open doel. Om maar in tafeltennistermen te blijven. Nou, nee. Maar wel een mooie kans op een eerste punt in deze tweede ronde. Als je even 1 goed antwoord geeft. 1 goed beroep zoeken we maar. De Vletterman. De Vletterman. Ja! En wat is dat dan? Ik denk dat dat degene is die de flat bedient. Ja, ja, die vaart of baggert met een platte boot. Nou, dat is knap. Een mosselman, die bedient de mosselen. Ja, een koopman in mosselen. Een zoutzieder, dat is de zoutbereider. En een drost, dat is de historische term voor een rechterlijk en bestuursambtenaar. Hier is de volgende vraag. Noem de 8 soorten boerderijen. We geven er 12. En het eerste bod van jou graag, Christophe. Vijf. Zes. Stevig begin. Geert? Zes. Christophe, wat doe je? Nee, ik doe geen 7. Oké, Geert, we willen ze graag van je zien. De type boerderijen. Je bood 6. Ik hoop dat je het haalt. De Stjelp. Stjelp boerderij. Bestaat. Langwerpige boerderij in Groningen en Friesland. De Gesloten Hoeve. Gesloten Hoeve. Vind je in Zuid-Limburg. De gebouwen staan dan in een vierkant. De Stolpboerderij. Stolpboerderij. Doe je goed?